Als u iets over brandbestrijding en brandpreventie wilt weten, ga dan naar het Brandweermuseum. Wij namen alvast een kijkje. Achter de draaideuren van het hoofdbureau van de Brandweer Den Haag, aan de Dedemsvaartweg, bevindt zich een ruime receptiehal. Deze hal biedt toegang tot het museum van de Brandweer Den Haag. Dit museum, dat sinds januari 1998 geopend is en beheerd wordt door een stichting, bevat voorwerpen en foto's uit de roemvolle geschiedenis van het op één na oudste brandweerkorps van Nederland. Nou, dat was dan de woning van de commandant. En dat was dan de binnenplaats. Daaronder was het wachtgedeelte. Boven was de timmerwerkplaats. Hier had je de slaapzolders. En dan had je hier de schilderswerkplaats en de elektrowerkplaats. In een van de ruimtes van de brandweerkazerne bevindt zich de werkplaats van de Stichting Historisch Brandweermaterieel. De Stichting Historisch Brandweermaterieel werd in 1983 opgericht na de restauratie van Nederlands oudst werkende stoommachine, de stoombrandspuit Vecht uit 1884. De wintermaanden worden benut om het gebruikte materieel in goede conditie te houden en verworven materiaal te restaureren. Dit vindt plaats in een ruimte die door de brandweer van Den Haag welwillend ter beschikking is gesteld. Een 15-tal medewerkers vormen de ruggengraat van de stichting. Thank you.
vertrekken, helemaal vanaf een blokhout. De SHB toont haar collectie niet in een museum, maar er worden demonstraties verzorgd door het hele land.